kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen? Natuurlijk wel. Het is evident dat zolang beide ouders leven, ze geen toestemming nodig hebben van hun kinderen om het even wat te doen. Willen ze hun huis verkopen, dan doen ze maar. Kinderen kunnen hiertegen niet opkomen, zelfs niet onder het excuus dat het toch eigenlijk wel gaat over hun toekomstige nalatenschap. Want daar wringt meestal het schoentje. Een van de kinderen kan vinden dat zijn ouders, broer of zuster, wat bevoordelen tegenover hen en dat als het eigendom wordt verkocht, er misschien wel wat geld in de zakken van die broer of die zus zal verdwijnen. Maar zelfs al zou dat het geval zijn en geven de ouders inderdaad een deel ervan aan dat ene kind, dan nog kunnen de andere kinderen daar niet tegen opkomen zolang dat beide ouders leven. Het is pas als één van beide ouders overleden is dat er sprake is van een nalatenschap en ook eventueel sprake van een correctie van die schenking. Daarom dat we aanraden, indien de ouders inderdaad een schenking willen doen aan de kinderen, dat daar toch duidelijk wordt over gecommuniceerd met de andere kinderen, ofwel dat er toch minstens een document wordt opgemaakt waaruit dat moet blijken of het gaat om een schenking als voorschot op erfenis of dat het integendeel een echte bevoordeling was.